Start over 20 seconden. Deelnemers, start vrij. Start vrij, dames en heren, voor de finale Pietro Installatietechniek Zuidhoren finale. Deelnemers zijn op weg naar de startvakken. Waarden maken de volte. Standby. Gaat niet door. Valse start. Herverzamelen. Paarden rijden opnieuw aan. Paarden maken de volte. Start wordt al afgeblazen. Herverzamelen. We gaan het nog een keer proberen, dames en heren. Uiteraard. En de paarden komen weer in de aanrijroute richting startvakken. Paarden draaien. Standby. En nu zijn ze vertrokken. De start is gevallen. Celtic Boko begint als laatste. En bij het indraaien van de eerste bocht zien we Dree Starlake in het front. Dree Starlake heeft de leiding als de paarden de bocht ingaan met Chiquita GS op de tweede plaats. Derde aan de binnenzijde ligt daarachter dan Dr. Melvi. Dat zijn de drie paarden die min of meer een lengte of 2-3 voorsprong hebben op de achtervolgers. Zoals daar zijn aan de binnenkant Diana Boko en aan de buitenzijde Ben Hurry. Een groot gapend gat dan tot de achtervolgers. En die achtervolgers die worden aangevoerd door Sessa. Paarden zijn halverwege de rechte lijn voor de tribune. En het is op dit ogenblik als de paarden de volgende ronde ingaan nog altijd Dree Starlake die leidt. Dree Starlake heeft het commando op de tweede plaats aan de buitenzijde Chiquita GS en daarachter volgt Dr. Melvi. Schuin daarnaast Ben Hurry aan de binnenkant Diana Boko. Die wordt dan gevolgd door Sessa met erachter Fiona Stardust. Daarachter dan Iron Melior en achter Iron Melior de laatste twee paarden in het gezelschap Woody Woodpecker en Celtic Boko aangesloten. Paarden nu aan de overkant van de baan. Onveranderd Dree Starlake de leider met Chiquita GS op de
de tweede plaats een Dr. Melvi aan de binnenkant, derde. Op de vierde plaats is het erachter Diana Boko en die wordt geflankeerd door Ben Hurry. Daarachter volgt Fiona Stardust, gevolgd door Sessa met Woody Woodpecker, dan Iron Melior en laatste Celtic Boko. En de paarden gaan de linkerbochten weer in en er is eigenlijk weinig verandering in de frontrank. Met nog altijd Dree Starlik en Roy Volkers die het tempo bepalen in de grote finale. Met op de tweede plaats aan de binnenkant opererend dan Dr. Melfi en aan de buitenzijde Chiquita GS. Het leidend trio is dit als de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune zijn. En straks bij het passeren van de finishpaal nog één volledige ronde af te leggen hebben. Met aan de kop Dree Starlik. Dree Starlik een lengtevoorsprong. Aan de buitenzijde Chiquita GS, dan Dr. Melfi. Gevolgd door Sessa en Diana Boko, dan Fiona Stardust. Aan de buitenkant Iron Melior. Dan volgt daar achter Ben Hurry. Die wordt gevolgd door Woody Woodpecker en laatste onveranderd Celtic Boko. Als we voor de laatste maal naar de overzijde van de baan gaan. Dree Starlik, 3/4 lengte voorsprong op Chiquita GS. En nog altijd derde aan de binnenkant ligt dan Dr. Melfi. Het leidend trio wordt gevolgd door Sessa. Aan de binnenkant Diana Boko. Ja, eigenlijk verandert er heel weinig in de koers. Iron Melior die volgt achter de leiders als ze nu de laatste bocht gaan aansturen. En de grote vraag is wie Roy Volkers gaat aanvallen. Hij leidt vooralsnog met Dree Starlik bij het indraaien van de laatste bocht. Hij probeert zelfs afstand te nemen. Neemt nu 1/2 lengte voorsprong. Aan de buitenzijde zien we ook Iron Melior. Die gaat rond de huizen naar voren. Als de deelnemers dan de laatste bocht doorkomen. Met dichterbij ook Dr. Melfi de paarden in de laatste rechte lijn. Dree Starlik lijkt niets eraan inleveren. Sterker nog, hij neemt meer voorsprong. Maar daar komt aan de buitenzijde nu de aanval. En die aanval die komt aan de buitenzijde van niemand minder dan Dr. Melfi. Die neemt de leiding over in de schaduw van de finish en wint de finale. Op de tweede plaats is het close tussen aan de binnenkant Dree Starlik en aan de buitenzijde Sessa. De rechter heeft het laatste woord.